Dag Boy Dedication Nation, in dit filmpje gaan we het hebben over hoe sterk jij eigenlijk bent. In de powerlift wereld wordt de wilgscore gebruikt om de kracht van verschillende atleten over verschillende gewichtsklassen met elkaar te vergelijken. Deze score houdt namelijk rekening met variabelen zoals je gewicht, je leeftijd, je geslacht en het getilde gewicht. Een kanttekening die we bij de leeftijdsvariabelen moeten maken is het feit dat de standaardformule eigenlijk gebaseerd is op mensen tussen de 24 en de 40 jaar. Ben je jonger of ouder dan die categorie, dan wordt er een kleine aanpassing in de formule gedaan die het leeftijdsverschil opvangt. Het spreekt voor zich dat de 19-jarige die een benchpress van 100 kilo heeft, in principe meer punten zou moeten krijgen dan een 25-jarige met een benchpress van 100 kilo. Op voorwaarde dat hun lichaamsgewicht hetzelfde is natuurlijk. Een voorbeeld. Jij en een vriend zijn 24 jaar. Jij bencht 60 kilo, je vriend 70. Beiden gaan jullie er dus vanuit dat de vriend sterker is dan jij bent. Dat is niet noodzakelijk het geval. Kracht is iets wat je in zijn perspectief moet zien. Daarom hebben we dus de wilgscore om dit te vergelijken. Stel dat jij 60 kilo weegt en 60 kilo bencht, dan is jouw wilgscore voor je bench 51,17. Je vriend die 70 kilo bencht, weegt bijvoorbeeld 80 kilo. Zijn score, zijn wilgscore, is 47,79. Dat is dus lager dan jouw score en bij gevolg ben jij eigenlijk in verhouding de sterkere van de twee. Een ander voorbeeld. Het totaal van de drie grote lifts, dus de squat, de benchpress en de deadlift, voor je vriend is 500 kilo. Deze persoon, je vriend dus, die weegt 100 kilo. Dat totaal bestaat bijvoorbeeld uit een 190 kilo deadlift, een 160 kilo squat en een 150 kilo benchpress. Dat lijken eigenlijk zeer sterke lifts en hoge getallen. En dan krijgen we een wilgscore van 304,30. Dan ben jij aan de beurt. Je weegt bijvoorbeeld 80 kilo en jouw totaal op drie grote lifts is bijvoorbeeld 446 kilo. Bestaand uit een 170 kilo deadlift, een 145 kilo squat en een 131 kilo benchpress. Wel, dat is bijna op elke lift 20 kilo minder sterk dan je vriend. Dus je gaat er ook hier weer vanuit dat jij een pak zwakker bent dan je kameraad. Maar deze totalen geven je een wilgscore van 304,48. Wat eigenlijk exact even sterk is dan je vriend. Sterker nog, je squat is zelfs iets beter dan die van je vriend die 100 kilo weegt. Een 190 kilo deadlift voor een persoon van 100 kilo is trouwens zelfs eerder een zwakke lift, of een lift aan de zwakke kant, dan een sterke lift naar mijn mening. Het is redelijk oké, maar zeker niet indrukwekkend. Een lift van 170 kilo voor een persoon die bijvoorbeeld 60 of 65 kilo weegt, dat vind ik een zeer indrukwekkende lift. Zo horen we dus heel vaak in de fitness dat een persoon van bijvoorbeeld 100 kilo of 90 kilo, maar pakken we voor dit voorbeeld even 100 kilo, aan zijn vriend van 70 kilo vraagt wat hij nu eigenlijk deadlift of squat of benchpresst. Voor de deadlift zeggen ze bijvoorbeeld beide 190 kilo. Wel, de persoon van 100 kilo zegt dan waarschijnlijk, ah, dat is evenveel dan ik. Hoewel dat in absolute cijfers klopt, is de persoon van 70 kilo een pak sterker in deze lift, aangezien hij gewoon letterlijk hetzelfde gewicht tilt, maar op 30 kilo minder lichaamsgewicht. Om het even in verhouding te schatten, vooraleer de persoon van 100 kilo zich even sterk zou mogen noemen voor deze deadlift dan de persoon van 70 kilo, zou hij maar liefst 235 kilo moeten tillen om dezelfde wilgscore te behalen. Of ongeveer dezelfde wilgscore te behalen. Pas dan is die wilgscore 143,02, wat overeenkomt met de 142,39 van de 70 kilo wegende persoon die 190 kilo deadliften. De deadlift van 190 kilo voor de persoon op 100 kilo is slechts goed voor een wilgscore van 115,63. Dat is dus een pak lager. Toch moeten we opletten bij het vergelijken van deze scores. En waarom ga ik nou uitleggen? Er zijn hier en daar mensen die een paar nadelen zien in de manier van de wilgsberekening. Maar aangezien deze score al jarenlang en nog altijd trouwens gebruikt wordt in de meest prestigieuze en in de beste powerlift federaties over heel de wereld, wil het toch zeggen dat het een gevestigde waarde is en iets waar we eigenlijk wel vanuit kunnen gaan dat het een goede graadmeter is om mensen te vergelijken. De mogelijke probleempjes en issues met de formule zijn dan ook wel onderzocht doorheen de jaren. Er is bijvoorbeeld een studie waaruit het volgende geconcludeerd werd. De formule heeft geen gunstigere uitkomst
voor ofwel mannen ofwel vrouwen voor wat de benchpress betreft. De formule heeft over het algemeen wel een gunstigere uitkomst voor de intermediate gewichtsklasse, dus de gemiddelde gewichtsklasse, voor wat de squat bij de vrouwen betreft, maar bij de mannen is dit niet het geval. De berekening van de score is bij de intermediate gewichtsklasse van de mannen dus niet voordeliger dan bij de lichtere of de zware klasses bij de mannen. Althans niet in de squat. Er is een lineaire, minder gunstigere uitkomst voor zowel mannen als vrouwen in de deadlift. Dus hoewel de persoon van 100 kilo uit ons vorige voorbeeld met een deadlift van 190 kilo lichtjes benadeeld wordt door de formule, is hij toch nog altijd beduidend minder sterk dan de persoon van 70 kilo die ook 190 kilo deadliftte. Het nadeel dat de formule aan de zwaardere persoon oplegt in dit geval, zal bij lange na de bijna 30 Wilk-scorepunten niet compenseren. Een laatste voorbeeld. Een vrouw van 55 kilo deadlift bijvoorbeeld 1 keer 90 kilo. Haar Wilk-score is 107,40. Een man van 90 kilo deadlift 1 keer 165 kilo. Zijn Wilk-score is 105,34. De vrouw is in verhouding in dit voorbeeld dus sterker dan de man. Althans volgens de Wilk-score. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is dat kracht iets heel relatiefs is en dat er wel een manier is waarop dat we die kunnen vergelijken tussen verschillende personen en ook tussen mannen en vrouwen op de manier die ik in dit filmpje heb uitgelegd, dus volgens de Wilk-score. Nu, ben je benieuwd wat jouw Wilk-score is en wil je die vergelijken met jouw vrienden? Dan kun je deze berekenen via de links in de beschrijving van deze video. Hier staan ook links bij die rekening houden met de leeftijdsverschillen waar de formule geen rekening mee houdt. Dus ben je jonger dan 24 jaar, dan zoek je in de omschrijving even naar de formule die je leeftijd gaat compenseren. Ben je ouder dan 40 jaar, dan doe je hetzelfde. En zo, dat was hem weer. Tot in het volgende filmpje.